Mijn naam is Leen den Otter, dierenarts hier in Roon, maar ik ben ook nog verbonden aan Stichting Klassiek in Roon. En daar organiseren we al een aantal jaren concerten mee in de Nederlands Hervormde Kerk van Roon. Aanstaande zaterdag is het eerstvolgende concert en dat wordt gegeven door Lucie Hors, de blokfluitiste, wereldberoemd inmiddels, ondanks haar nog maar 20 jaar. En zij gaat samen met Ludwig een concert geven met als titel Lucie in het klooster. En het is misschien wel goed dat ik nog eens uitleg waar die titel vandaan komt. De titel Lucie in het klooster, dat moet worden toegelicht. Een paar maanden geleden had ik contact met haar opgenomen, want ik wilde een concert met haar organiseren rondom Venetië of kerst in Venetië. En toen zei ze, ja, ik wil eigenlijk in het najaar ga ik een programma doen met Ludwig, samen Lucie in het klooster. En dat die naam vindt eigenlijk zijn oorsprong in de kerk waar Vivaldi aan verbonden was. Dat is Ospedale della Pietà in Venetië. Daar was Vivaldi aan verbonden, gaf les aan weesmeisjes. En die concerten die daar gegeven werden, of de muziekuitvoeringen, waren zo opgesteld dat je de meisjes niet zag. Dus dat is eigenlijk de inspiratiebron geweest voor dit concert. En we weten nog niet hoe zij dat zaterdag in Rome gaat doen. Of dat zij misschien voor een deel het concert zal geven naast het orgel. Dus dan dat mensen zitten met de rug naar het orgel. Of in het koor dat je haar niet helemaal ziet. Ze is hier nog niet in Rome geweest, pas zaterdagmiddag. Dus dat wordt zaterdagmiddag bepaald hoe we dat gaan doen. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat we niet het traditioneel concert is waarbij je alle uitvoerenden ziet. Maar voor een deel zal dat dus niet zichtbaar of zo. Ja, in ieder geval een beetje verdekt zichtbaar zijn. Vandaar de titel Lucie in het klooster. En waarom, dat is natuurlijk de vraag. Zagen we die meisjes in Venetië niet? Daar zijn wat verschillende ideeën over. Eén idee is van ja, als je daar in de kerk zit en je wordt afgeleid en je ziet daar prachtige jonge meisjes, dan word je wellicht afgeleid. Andere is dat het weesmeisjes waren, dochters van prostituees die mogelijk ziek waren geweest en ook niet al te mooi waren om te tonen. Dus daar zijn wat verschillende ideeën over. Maar in ieder geval, Vivaldi heeft daar heel veel muziek voor geschreven. Vioolconcerten natuurlijk, daar is hij bekend om. Maar volgens Lucie Hors zijn de blokfluitconcerten die hij heeft geschreven voor Ospedale della Pietà de moeilijkste muziek voor blokfluit uit de hele barokperiode. Dus het belooft een prachtig concert te worden. Naast muziek van Vivaldi zal er ook muziek van Telemann worden uitgevoerd. En de tafelmuziek. En de achtergrond daarvan is dat het waarschijnlijk uitgevoerd werd terwijl mensen zaten te eten en de muziek daaromheen zaten. Dus ook dat was een bijzondere setting. Dus hoe we dat zaterdag gaan doen, ja, dat zal moeten blijken. Kaarten zijn nog verkrijgbaar. Dat kunt u op een aantal manieren doen. We hebben in Rome 2 voorverkoopadressen, het Wijnhuis en Theecafé. Ook via de website www.klassiekinroon.nl, daar kunt u kaarten bestellen. €20 per stuk. En om de jeugd enthousiast te maken voor klassieke muziek, hoeft de jeugd tot 16 jaar geen kaart te kopen. Die kunnen gewoon naar de kerk komen en kunnen er gratis in. Wel als de ouders erbij zijn. Het is geen oppasavond. Het concert begint om 8:30, duurt ongeveer 5 kwartier. En na afloop kunnen we een borrel kopen en drinken in het wapen tegenover de kerk. Het belooft dus een prachtige avond te worden. Stichting Klassiek in Roon organiseert al een aantal jaren concerten in de Nederlands Hervormde Kerk. We hebben veel concerten met Bach Plus gedaan. Toen kwam de vraag van ja, het is bijna iedere keer Bach, kunnen we ook nog eens wat anders doen? Dus vandaar dat we nu een avond met muziek van vooral Vivaldi doen. We hebben al 2 concerten geprogrammeerd voor vorig jaar. In februari Winterreizen van Schubert. Voor zangstem met een kwartet. Het Rigazzi Quartet. En 28 mei komt de schrijver Bart van Loop. Die heeft een boek geschreven, De Bourgondiërs. Het is een zeer goed verkopend boek over de hele Bourgondische periode. En op die avond zal ook muziek worden uitgevoerd uit de Bourgondische tijd door Psalentes. Ook dat belooft een prachtige avond te worden.